Slecht, hey, super slecht. Wij zijn hier voor die bureau, man. Met fucking veel man. We hebben allemaal die fucking hulp nodig. Jullie eten de hele dag donuts, man. Wat is dat? Poor Chandori, man. Kan niet eens normaal door deze stad heen rijden zonder boetes. Oh, waar is Monier nou weer? Hey, en goeiedag. Hey, hallo. Heeft iemand van jullie misschien Monier gezien? Ik heb geen flauw idee wie dat is, meneer. Monier de Springkaan. Geen idee wie dat is. Ja, ik weet niet. Hij ruikt en ziet eruit als een zwerver. Hij ruikt en ziet eruit als een zwerver. Waar moet ik me daarbij voorstellen? Ja, naar Monier ruikt hij. En hoe ruikt Monier? Zoet? Naar een zwerver. Naar iemand die een jaar in de gevangenis heeft gezeten en zichzelf kwijt is geraakt. Was dat die twee die op die Sanchez reden? Ik denk het niet. Ik denk dat ik hem gewoon weer moet zoeken. Ja, nee, sorry man. Dus geen probleem. Nou, heel veel succes met je zoektocht. Succes. Yes, dank je. Waar is Monier? In ieder geval... Oh man, 11 voor wat? Welke flitsbouw is dit? Waar zit die flitsbouw? Ik heb geen geld meer te makken, man. 1100 euro, voor wat? Altijd hetzelfde verhaal hier. In ieder geval, laat maar kijken bij het politiebureau of ik mijn auto al kan ophalen. Maar kijken of er politie is. Hallo? Hallo? Hallo, pop. Hey, wat is dit? Zijn jullie een soort van breakdance crew of zo? Hey, jij bent breakdance, hoor. Wat bedoel je, Eke? Oh, ik kijk, what the fuck is de pop, man? 5 voor de prijs van 1. Shut the fuck up, man. Wat is dit, man? Wat ga je ons uitfit belachelijk maken? Nee, man, maar jullie zijn breakdance groep, toch? Wat breakdance? Kom maar, we zijn de pompers. Doe een dansje, doe een dansje. Ben je gek geworden? Wij breken mensen die dansen. Oh, dit? Maar hoe heet jullie dansgroep? Dansen. Hey, dansgroep, zeg maar. Oh, niet boos worden, man, niet boos worden. Hey, wow. Je weet niet met wie je fokt met Peter Piet, hè. Pas op. Hey! Peter Piet! Pas op. Peter Piet kennen wij niet. I don't give a fuck about Peter Piet, joh. Peter Piet kennen wij niet. Ik weet niet wie je bent. Hey, we moeten nu geld hebben, wat nummertje. Oh man, nog dezelfde schoenen. Ik vind het wel hard ergens. Maar zijn deze pakken gewoon van de winkel of van BVW? Van Kruiskade, van Kruiskade. Oh, de Kruiskade, wat gekste. We hebben altijd die nieuwe collection, wat denk je? Kijk die tasje. Oh, ja, wat is deze man aan het doen? Dit gaat niet goed. Ja, kijk, dat is die breakdancing. Oude Peter Piet, waar mag je op, man? Politie, gaat solliciteren. Nou, ik wil mijn auto terug. Hij wil onze vriend terug, man. Hoe haak je een beslag? Wij willen onze vriend, ja. Waar is die popo dan? Shit, man. Ik weet ook niet, man. Oh, daar, popo. Hey, is dat politie? Hey, ik was wel als eerste. Hey, Adidas. Rustig. Dit is gewoon een lege auto, bro. Je space. Shit, man. Hé, hey, we gaan die popo bellen, man. Hij moet toch komen. Ik bel die popo, man. Hé, hey, Peter Piet. Ja. Hoe gaat het leven? Slecht, hey, super slecht. Wij zijn hier voor die bureau, man. Met fucking veel man. We hebben allemaal die fucking hulp nodig. Jullie eten de hele dag donuts, man. Wat is dat? Hé, hey, kom eens even hier drijven dan met die wagen van je, man. Kom eens even helpen dan. Je maakt de hele dag onze benzine op en shit. Grijze, ben jij? Hey, kom voor die pop op bureau dan. Deze kale. We hebben die hulp nodig, man. Kom eens. What the fuck, wat zie je? Wat? Ik hoor jou niet, man. Veel kippen hier. Grijze, kom eens. Net een kippenhokje. Wow, er zijn geen kippen, alleen maar mannen, bro. Meneer, ik wil die gesprek meeluiden. Ik wil ook iets zeggen tegen politie. Ik wil ook iets zeggen, man. Ik wil ook iets zeggen. Hey, ik ben gewoon in gesprek, man. Wow. Respect, G. Luister dan, ik wil ook gewoon... Ik ga toch niet meer... Wacht. Hij is hier zo'n kale meneer, hij maakt me helemaal op mijn hoofd heen, G. Wat slaat dit op? Ik wil ook de politie spreken. Ik was hier als eerst. Ah, shit, man. Die motherfucker heeft mij opgehangen nou door jou. Shit. Zie wat je doet? Nee, dat komt niet door mij, man, bro. Hoe weet je trouwens? Ja, wat? Even die popo bellen, man. Wat hem? Ja, ik ken die Schmidus. Waarom? Wat is er? Breng die MK7, ga naar hem toe, blazen. Waarom wacht je nog? Waar wacht je nog op? Niet op mij blazen. Of wie gaan jullie blazen? Niet op mij, toch? Nee, toch. We hebben geen reden om op jou te blazen, man. Mijn naam is Dimitri, man. Oh, Dimitri, hoor. Waar de fuck is die popo? Ik weet ook niet, man. Ik wacht ook nog steeds. Hey, wie is dit? Wat doet hij? Dat is mijn soldier, hij is altijd ready. Nee, maar die man hier met die Louis Vuitton, die neppe jas. Die hoort niet bij. Hey, wat noem je een neppe jas, man? Dat is die ding van... Kom niet aanraken, vriend. Pas op. Dimitri, wat is regel nummer 1? Ja, jij weet regel nummer 1 niet. Ik weet regel nummer 1. Op straat zijn geen regels, G. Wat wil hij bieven? Hij denkt hij gaat 1 op 1 altijd de eerste geven.
Laat het eerst de klap uit, Dilipje. Wat is er? Genoeg. Oh, hij ontsnapt, Wat is er? Hij gaat neer. Lekker. Ik heb je niks gedaan. Blijf staan. Ik ga weer terug naar het politiebureau, dit wordt mij te veel. Oh shit, het gaat nog verder. Oh shit, hey. Sorry. Ik raad het redden. Nee, ik wou die andere man raken. Stop, soldaat. Moet ik uitstappen? Ik kwam terug voor jullie om jullie te helpen, man. Hé, hier is politie. Politie is hier. Politie! Goeiedag. Hey! Oh, nee! Wat gebeurt hier? Lekker voor je. Lekker. Meneer, die pak is... Hey, politie flasht ons, man. Ah, wat, politie? We willen al zo lang helpen, weet je. Niemand helpt ons. Ik heb ook hulp nodig. Meneer, mijn auto. Mijn auto zit nog steeds in de garage. Er is iemand bij nogmaals, even iedereen afstand houden, mocht je dat niet doen. Ja, meneer, ik moet even het zakje... Meneer, niet zo dreigen, agent. Nee. Niet zo dreigen. Hallo? Iedereen mag even afstand houden. Nogmaals, tweede vordering. Afstand houden. Ik hou afstand. Drankje. Jullie twee ook. Verder. Hoe ver moet ik staan? Moet ik op de weg staan, Oele? Ik wil mijn auto heel graag terug, maar ik wacht al vanaf de nacht hier. Dit lag zakje. Ik zou je heel graag willen helpen, maar ik ben niet in... Ik staat om je vrouw jou te helpen. Oké, dan ga ik wachten erbij. Oké, je bent nog stageagent. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Ik ga nog één keer voor de zekerheid kijken. Hier is niemand. En hier is ook niemand. Pochandori, man. Mounier! Ewa, Peter Piet. Ewa, Mounier. Hoor je mij? Ja, man. Waar ben jij? Want ik... Wat zit je dan? Ja, bro, ik ging mijn auto weer proberen op te halen. Eindstand... Peter. Ja, hoor je mij? Peter, ik hoor jou. Hoor jij mij? Ja, ik hoor jou. Bro, wat is dit? Jij hebt weer Libara simkaart. Ja, bro, ik heb Libara. Ik hoorde net een paar guys, die gingen naar die vet Basic Fit ofzo. Hoe heet dat ook? Basic Fit. Ja. En ik hoor dat daar dus een tory gaande is, maar ik weet niet wat. We gaan checken, toch? Ja, toch? Waar ben je nu? Is goed, haal me op. Ik ben Blokpark, man. Oké, ik kom nu. Wat is hier nou weer aan de hand? Wat in de holy smoke is dit? Oh, je maakt de raarste dingen mee in deze stad. Meneer! Heel wat, Peter. Nou, frisse outfit. Oh, check. Oh. Heb je nou een broek van Gucci? Ja, man. Oh, de. Hey, we moeten naar Basic Fat, man. Ik hoor dat daarvoor maar iets gaat gebeuren. Hey, let's go. Frisse Gucci broek, hoor. Sowieso. Oh, je ruikt ook weer fresh, man. Oh, de Air Forces One, ja toch? Ik heb geschetst, man. Oh, de. Meeste schetsen. Sowieso. Ja, pak weer boete. Pak weer heel de dag. Want ze hebben overal flitsers gezet in deze stad. Alleen maar overal flitsers. Ik word helemaal gek van die flitsers, man. Ik ga eentje meenemen naar huis, denk ik, een keertje. Ja, ik probeerde net ook eentje van de muur te trekken, maar ik kon hem niet vinden. Bro, je mag wel harder dan 40, hè? Ja, bro, luister dan. Ik sta dik in de min. Ik weet niet eens hoe ik straks. Ja, ik heb nog wel een beetje cash, maar. Binnenkort kunnen we niet eens meer benzine betalen. Bro. Oh, er zijn allemaal mensen hier. Wil je volgend jaar nog aankomen of... Bro, we zijn er toch of niet? Jongen, man. Dat is schreeuw, man. Altijd... Maat, nee, bro, luister dan. Je bent altijd... Ik heb met jou geknikkerd. Niet gaan knikken, maar als ik met jou had geknikkerd, had ik een knikker op je hoofd gegooid. Rustig blijven. Kijk je hoofd, je lijkt op een knikker, man. Hé, hey, bro. Super. Bro, luister. Laten we gewoon rustig blijven. Hé, hey, bro, jij moet helemaal niet gaan mengen. Meneer, kom. Ja, ik... Kale knikker, kom met mij de ringen. Nee man, ik ga met niemand ringen. Wie wil alle hoeken van de ring zien? Ga jij even kom meneer? Kom dan. Oh, meneer gaat fitty. Oh, meneer. Kom. Hey, die guy naast ons is van die motorbende, man. Hij heeft ons niet gezien, we hebben andere dingen. Ja, misschien herkent hij ons niet. Ga je echt weer de vechten, dan vallen we nog meer op. Moeten we wachten? Meneer, kom dat tegen mij. Ja, kom. Kom even naar buiten, Watje. Volgens mij is die guy ondertussen naar buiten gegaan. Is die weg? Nee, hij is daar nog. Hij is daar nog. Wat is het dan? Ja, jij zit nog met die motor motorjasje aan, helemaal achterin, buiten. Waar gaan we naartoe, naar beneden weer? Oké, laten we doen alsof er niks aan de hand is. Maar durf je nou nog? Nee, man. Wie ik? Ja, kom. Moet ik even aan mijn manager vragen, man? Hey, meneer, luister dan. Ja, we hebben geen tijd om te vechten. Straks komen er allemaal mensen hier. Meneer vecht al lang. Meneer, laat je niet uitdagen. In de tijden van Badr Hari vocht ik al. Ja, dat weten we. Meneer, luister dan. We moeten niet in die ring staan. We moeten even niet de aandacht op ons hebben. Ik vraag me alleen af. Heeft hij ons buiten gezien en heeft hij zijn matties geroepen of heeft hij het niet doorgehad? Want hij was er niet bij vorige keer toen we die mes kregen. Ik denk dat hij het niet door heeft. Anders waren ze hier misschien al zijn. Oh. Jongen, ik voel me niet meer fijn hier, Mounier. Ik raak weer in paniek. Ja, kom, we gaan weg. Ik kom met dringen. Mootje Piet. Hij noemt mij Mootje Piet. Mootje Piet. Mootje Piet. Snel, start die motor. Doe ze met die kentekenplaat, bro.
Kom zo op, zo op. Oh. Ja. Op in. Oh, 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 oh. Op wie richt hij? Op wie richt hij? Ik wist niet. Ik hoop. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Dit is de stad des doods, man. Hé, hey, moeten we niet gewoon naar die guys van die motorclub gaan en gewoon zeggen van, joh, we kunnen het nog niet brengen of is dat geen slim idee? Ik wil je dood. Ik wil niet dood, meneer. Meneer, ik raak in paniek, ik moet even afstappen. Meneer, wat doe jij nou weer? Dus wanneer heb jij een yoga mat? Ja bro, meneer heeft alles. Oh, helemaal lijp deze guy. Hallo. Yo. Hé, hey, wat was je hier aan het doen dan? Ja, gewoon te wachten. Ah. Wat ik gaat doen man. Ja, het is een beetje weer regenachtig, dus je kan helemaal niks doen nu op dit moment. Ja, weet je. Je bent toch niet van suiker? Ik ben van suiker. Ja, je kan toch wel in de regen staan, dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk kan ik in de regen staan, geen probleem, nee. Je hebt ook een helm op, meneer. Ja, omdat we op een motor zitten. Dat snap je toch wel, lul? Zo, rustig aan, rustig aan. Hé, hey, ga jij even rustig aan, hè? Niet gek doen. Oké, laat even. Je komt naar mij toe alsof je gaat dreigen. Ik zou maar rustig doen als ik jou was. Excuses. Als deze man zo snel om je heen gaat rennen, dan komt hij met een flying kick in je nek, dan word je helemaal eng van. Zou maar oppassen als ik jou was. Ik hoor het al, boksen. Oké, okay, ja. Wat ga je doen? Wil je een 2 versus 1? Ga gewoon weer die auto in. Ik ga hier stilstaan. Ik geef je 5 tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hij wil niet in zijn auto. Hij wil niet in zijn auto. Kom. Rustig, jongens. Het gaat uit de hand lopen. Hoek hem. Van achter. Ja. Hey. Dit was een low kick! Hey, wie heeft mijn motor omvergetrapt? Die man met die rugtas! Stop in! Bro, waar is die gast? Die disrespect, we gaan nu op zoek naar een guy. Hij ging van mij deze kant op. En hij was lopend. Hij kan niet ver van hier zijn. Wat een rat. Hey, Peter. Ja? Ik heb misschien een idee. Wat dan? Ik kan misschien nog een mes regelen. Nee, joh. Ja, man. Maar legit? Ja. Ik ken iemand die misschien zijn mes wil uitlenen aan ons. Weet je wat we moeten doen? We gaan mensen een mes te koop aanbieden, voor best wel goedkoop. Ja. En dan pakken we gewoon het geld en dan zetten we een mes op zijn nek. Of we rippen gewoon die gozer van de mes gaan halen. Of we juken hem. Kan ook. Dat ligt eraan. We pakken die mes en we juken hem. Oké, maar we gaan die guy met die tas niet zoeken? We gaan een afspraak met hem inplannen, ja. Ja, we moeten hem wel vinden, maar we kunnen dat mes goed gebruiken als we hem vinden. Oh. Iedereen met de rug. Code 4.5. Met mes. Oh, 4.5 willen ze niet. Oh, elke gozer met een te grote rugtas is de lul. Oké, wacht hier even, Peter. Ik ga even een berichtje sturen naar hem, ja? Het is heel moeilijk achterop, omdat je heen en weer aan het bewegen bent. Je rijdt als een idioot. Wow, wanneer ben je nou een keertje dankbaar voor iemand die heel de tijd je ass overal brengt? Wie moet al die messen regelen, hè? Oh, meneer fix weer een keertje een mesje. Hij doet eens wat. Hij heeft zichzelf eerst al ontwikkeld als zwerver in de gevangenis. En nu is hij weer de hele man, omdat hij een Gucci broek heeft. Oké. Ga hier rechts. Nog een keer rechts. Hier zijn geen flitsers, dus je mag wat harder. Nog een keer rechtdoor. Oh. Zo, die motor is ook kapot. Ja, dat komt door die trap. Hier, ga hier naar links. Hier ergens moet het zijn. Ik had hier met hem afgesproken. Ga hier gewoon even wachten. Ga hier naar binnen. Ja. Oké, connect hem. Ja, is goed. Ik ga hem connecten. Oh, dan moeten we hier zijn. Undercover blijven, toch? Huh? Ik zeg, we moeten wel een beetje undercover blijven. Even rustig gaan voordat er opeens politie komt. Je hebt gelijk, man. Meneer, iets zit me niet goed, man. Dat is een beetje een rare plekje. Hoe goed ken je die mattie van je? Nou, van vroeger. Niet heel goed. Maar bro, we moeten toch aan een mes komen. Waar wil je anders een mes kopen? Ja, je hebt een punt. Ik ga mijn motor even hier naartoe halen. Meneer! Meneer! Ik hoor allemaal motors hier. Hey. Ik hoor allemaal motors. Wow, wie zijn motor is het? Meneer, of ik word paranoia of ik hoor allemaal motors hier, maar ik vertrouw het niet meer. Ik ga een mesje kopen, geen sniper vriend. Doe eens rustig aan man, dat gaat gebeuren. Maar je moet geïrriteerd op je kont gehad worden, niet op mij. Wow, er gaan deuren open daar. Wat is dit voor enge plek? Bro, loop eens mee. Je bent bang voor een deur. Kom. Het is een garagedeur met een automatische sensor.
Oh, hij gaat open. Oh, wat speciaal. Oké, je hebt helemaal gelijk. Maar ga mij niet vertellen dat je motors die hoort. Hé. Hey. Wow, wat is dit? Wie is dit? Is dit jouw mattie? Wow, wie zijn dit? Hey! Wil je code 2 in je kont hebben? Handen omhoog, handen omhoog. Wie is de hand omhoog? Welke hand omhoog? Op de grond omhoog. Wie is dit? Op je knieën met mijn papa. Wow, welke Elmo is dit? Hier weet ik echt niks van. Is dit een predator? Wie is dit? Broer, begin op je knieën te gaan, we praten niet veel man. Hou je bek dicht. Heel flauw, knietjes. Ik ga niet praten, anders gaan we shooten. Niet shooten. Ik ga op blijf staan. Ik heb last op mijn knieën. Op je knieën, heel gauw. Rustig doen. Meneer, wat heb je gedaan? Ik weet hier echt niks van man. Oh meneer, echt jij man. Je zwerverneefjes en zo met je zwerver. Hou je bek dicht. Hey, wat heb ik ineens op mijn hoofd? Hey, hallo. Hey, zit die dreadlocks voor mijn hoofd of is dit een zak op mijn hoofd? Wat is dit? Wacht even. Dat is een zak op je hoofd. Even wacht even. Mond houden. We zetten duct tape. Is dit Predator die achter mij staat? Hou je mond eens. Voor mij jezelf. Huilen, broer. Huilen. Nee,